begraafplaats vind ik, dat moet je zijn waar je met, moet een beetje parkachtig zijn. De onkruid is niet gebied, de paden zijn gewoon vol met onkruid en het ziet er niet uit als zoals een begraafplaats moet zijn. Ik ben Bertus Wessels, ik ben geboren in Westerhaar, opgegroeid in Vriezenveen en daarna de grootste gedeelte van mijn jeugd heb ik doorgebracht in Aderop. En op dit moment woon ik alweer 40 jaar in Vriezenveen, maar ik ben nog altijd erg verbonden met het dorpje Aderop. Niet alleen omdat mijn ouders en mijn broertje begraven liggen, de kerk in Aderop en mijn broer ook nog in Aderop. Ik voel me altijd nog heel erg verbonden met Aderop en vandaar dat ik hier ook regelmatig op de begraafplaats kom. Nou, de reden dat we hier staan is dat ik kom hier af en toe en een paar jaar terug kwam ik hier ook en het onderhoud zag er niet uit. En op een zeker moment een begraafplaats vind ik dat moet iets zijn waar je met, moet een beetje parkachtig zijn. Onkruid is niet gebied, de paden zijn gewoon vol met onkruid en het ziet er ook niet uit als zoals een begraafplaats moet zijn. Dit pad zo in de zon, nou, of het is helemaal zwart, dat er geen gras is, maar dit is onkruid voor mij, dit, is, dit hoort niet. Ja, maak dan een mooi pad van grind of pak, pak van een grasveldje waar je aan de kanten nog een stukje zwart zand hebt, maar dit is geen gezicht, vind ik. Ik had het graag anders gezien. Jammer. Ja. Nou, het is gaan spelen sinds eigenlijk Soweco niet meer het onderhoud hier doet. En misschien goed om te zeggen, mijn vader was, die is in 1995 overleden, maar daarvoor was hij altijd uitvoerder bij Soweco. En hij was ook verantwoordelijk voor het dorp Aderop, voor het onderhoud. Ook voor de begraafplaats en voor de voetbalvelden. Als dat zo geweest was, de begraafplaats zag er altijd tip-top uit. En ik zou haast zeggen, mijn vader zou zich omdraaien in de graf als je dit zou zien hoe de begraafplaats eruit ziet.